Manja Koetsen, het gaat lekker, Manja. Hey. Zit er lekker in, toch, Manja? Ja, Manja zit heerlijk in. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Je had even het vermoeden dat ze iemand anders was. Ik denk dadelijk Wendy van Dijk. Jij dacht Wendy van Dijk, hè? Ja. Ja. Maar ja, dat zou toch kunnen? Ja, die heb jij gemist. Die had een act dat ze als een Japanse mevrouw was verkleed... met ook hetzelfde haar. Oeshi. Oeshi van Dijk. Ja. Maar je bent gewoon zelf, hè? Nee, niet bedankt. Nee. Maar goed, voor de mensen die later inschakelen... verstand met name van Azië, China, zit je duidelijk heel goed in, hè? China, ja. Ja. En je hebt zojuist een verhaal verteld dat ook nijlpaarden worden getest op corona in China. Ja. Nou, daar hebben we wat aan. Ja. Nou, de beelden zijn binnen. Laten we even gaan kijken of het klopt. Dan komt hij aan, hoor. Kijk, hey, stokje erbij. Open. Ja, is dit echt? Hier, meloentje erbij nu. Hop, lekker man. Lekker hoor, deze. Toe. Holy shit. Maar zo worden ze... Om de 2 dagen getest, die beesten dan? Nou, ik weet niet om de hoeveel dagen, maar ze worden getest. Maar ik geloof dat ze in andere landen ook wel in de dierentuinen testen, hoor. Maar... Ja, wat dan? Worden ze geïsoleerd? Ja, ik weet niet, als ze... dat vraag ik me ook wel af. Wat nou als je nijlpaard corona hebt? Ja. Ja, dan moet je mee naar huis nemen. Ja. Mondkapje? Ja. Ze zien je al binnenkomen met zo'n nijlpaard, je familie. Hij is ziek. Ja. Oh. Klein kabertjes. Ja, maar je weet niet wat ze met z'n beesten doen dan, als ze het wel hebben. Nee, ik weet dat alle mensen die corona hebben moeten verplichten naar een quarantainecentrum. Ja. Je hebt trouwens wel serieus voor dieren ook quarantainecentra. Sinds kort, in Shanghai is de eerste, in Beijing is er ook één. Ja, als jij covid hebt, en dan moeten die honden ook ergens heen. Die hebben het misschien ook wel. Toch lastig als je een giraf hebt. Ja, dat wordt wel moeilijker, ja. Is trouwens morgen die herdenking van de studentenopstand? Ja, dan... nou, nu al eigenlijk, 4 juni, ja. En dan gaat alles dicht, toch? Dan mag niemand wat doen dan, op dat moment. Nee, dat is niet. Het dagelijks leven gaat gewoon door. Maar de sociale media, die gaan niet op slot, maar er wordt heel veel gecensureerd. En vandaag zitten kijken en alle kaarsjes zijn gecensureerd op dit moment op de Chinese sociale media. Kaarsjes? Kaarsen, ja. Je kan geen kaarsen posten. Oh, dat is lekker voor jou. Ja, dan heb ik een heel ongevaarlijk weekend. Ja, een heel ongevaarlijk weekend. Nee, maar het is apart, die associatie, als je ergens komt, mensen beginnen over kaarsen. Gisteren die dienst van Willy Boy, die begon ook met 6 kaarsen. Ja. Dus op een gegeven moment ga je er zo anders in zitten. Dat is best wel lastig. Ja, maar kaarsen mogen dus niet als symbool. Nee, dat komt omdat er zijn dus heel veel woorden die sowieso gecensureerd zijn. Maar wat mensen doen is, die proberen dan met plaatjes die censuur te omzeilen. En dat werd voorheen altijd gedaan met kaarsjes. Als ode aan Tiananmen, als online protest. Nou, dat mag niet meer. Dus wat ze nu vandaag of vannacht aan het doen zijn, is fietsen posten. Fietsjes als online protest. En dat komt natuurlijk vanwege die iconische foto van een leeg Tiananmenplein na de protesten, waar je al die fietsen op dat plein zag liggen. Ja. Dus nu is het nieuwe symbool fiets. Ja, volgend jaar zullen ze dat waarschijnlijk ook censureren, maar zo blijven ze bezig. Ja, leuk land? Ja, een heel fascinerend, interessant land, zeker. Leuk vind ik te oppervlakkig om te zeggen, ja. Fascinerend? Fascinerend, ja, absoluut. En waarom ben je er niet gebleven? Nou ja, ik ben heel gelukkig in Nederland. Ik ben het allerblijste in Nederland. Hoe lang heb jij gewoond dan daar? Hoe lang heb jij gewoond? Heb 2 jaar vastgewoond, maar ik ben steeds teruggegaan. Dus ik zat eigenlijk tussen Amsterdam en Beijing steeds, tot december 2019. Toen brak eerst de pest uit en daarna corona. En toen ben ik terug naar huis gegaan. Mm. Maar ik ben er niet gebleven, omdat ik ben echt een Nederlander. Ik ben ook van plan om hier te blijven wonen, ja. Maar dat censureren, dat lukt niet altijd, begrijp ik. Hè? Dus als ze zo'n damespopgroep willen censureren, dan lopen de balkjes niet goed mee. Dan wordt het lastig. Ja, dit is een mooi voorbeeld van... De man van het censuurbord. Online... Wat moet ik doen? Is het een beetje een preutsland? Sorry? Is het een preutsland, China? Nou, nee, dat zou ik niet zo zeggen. Maar er zijn wel veel regels op de sociale media over wat niet mag. En ook in televisieseries, te diep décolleté, dat mag niet. En nou ja, dit werd live uitgezonden. Dus dit moest heel snel live gecensureerd worden. Dus ja, om in zo'n censuurteam te werken is natuurlijk ook een hele uitdaging. Het is ook een heel populair baantje in China om te censureren. Nou, fascinerend land. Laten we het daarop houden.